this. Bauer Wevelgem voor het jaar 2000 is de eerste klasser bij uitstek die staat voor vernieuwing. Een compleet uitgebouwde basketarena, een vertimmerde ploeg en een nieuwe architect, de Joegoslaaf Rajko Toroman. Hij moet, als gewezen assistent van de Joegoslavische nationale ploeg, met de talentrijke bouwstenen een nieuw collectief optrekken. We don't have a star in the team. I think that we are one of the team who can play with 10 players. I don't think that anybody in Belgium can play with the 10 players. We play like a team. We work hard on the court, in the defense, in the offense, and this is my philosophy. Het nieuwe ploeg Wevelgem is jonger en dynamischer. 5 spelers zijn gebleven. Uit het buitenland werden evenveel routiniers aangevoerd. 2 Amerikanen. Spelverdeler Tony Miller, vorig seizoen bij Den Helder. En Donald Hodge, een ex-NBA'er, ooit bij de Dallas Mavericks. Ook al uit Den Helder is er de Ier John Dugan. De Nederlander Remco Smits en de Deen Rasmussen zijn de andere nieuwkomers. Ik heb de indruk, als ik nu de resultaten bekijk in de voorperiode, dat veel ploegen zich versterkt hebben, dat de Belgische competitie langzamerhand beter en beter wordt. En het is een dubbeltje op zijn kant. Misschien zijn we erbij, misschien niet. Maar ik denk toch dat wij zullen meedoen ervoor. Bauer wil dus Europa in. Bevestigen is het minimum. De klasse van de kern gecombineerd met het temperament van coach Toroman, het is de ideale mix. Are you a typical Yugoslavian coach? Easy to handle before and after the game, but all on fire during the game? Yes, I belong to Yugoslav school. I worked 6 years with the national team, you know, and I will fighting for every ball with my players. Wevelgem opent zondag op het veld van Brussels.